Vandaag wordt een nieuwe Helden gepresenteerd met onder andere een interview met voetballer Royston Drenthe. Nou ja, voetballer Royston die voetbalt nergens meer, want Royston is namelijk bij elke training te laat. Bedankt de Jezus voor wat hij heeft gegeven. Wakend over mij, ja, want ik heb een streven. Ik ben gedreven met de streven naar het mooie heden wat zeker komen gaat, ja. Het was het grootste talent van Nederland. Is het nog misschien wel. Ja. En dat is het alleen het probleem. Hij is nog steeds talent en hij moet nu inderdaad wel doorbreken. Maar hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Het is wel heel jammer dat hij dus inderdaad de laatste weken niet gespeeld heeft, zodat hij niet in beeld was bij Bert van Marwijk. Wat is er in godsnaam aan de hand bij Everton, joh? Heel veel niet zorgen te maken. Er zijn bepaalde dingen gebeurd. Je kan zeggen dat de trainer me een beetje zat was. Waarom? Maar er zijn bepaalde dingen gebeurd. Weet je toch, ik wil niet te veel piekeren en zo. Weet je toch. Wij lezen overal dat Royston altijd te laat komt op de training. Ja, weet je toch. Hij heeft gewoon heel erg moeite met opstaan. Ja, weet je toch. Ja, hij houdt van slapen. Ja. Hij houdt van slapen? Ja. Ja, weet je toch. Ja, luilak. Niet. Anders, maar... Nee, maar ja. Ik kan sowieso van slapen. Hou jij niet van slapen? Ja, ik hou ook van slapen. Maar ze zeggen van ja, jij blijft te lang in je bed liggen. Ja, tuurlijk. Ik denk niet dat dat de reden is dat hij te laat komt. Hij heeft gewoon geen wekker. Dat heeft hij wel. Maar weet je toch? Zit het verkeer ook niet even mee. Hun weten niet eens hoe laat ik op de training moet zijn. De zusjes van mij. Ze zijn nog erger dan mijn vrouw, alle twee. Zorg in godsnaam dat die jongen een keer op tijd komt, hè? Ja. Op tijd. Maak je niet druk. Maak je niet druk. Hij heeft wel ongelooflijk veel talent. En hij komt wel weer aan voetballen toe. Het is wel een geweldige voetballer, namelijk Royston. Wat heb ik net tegen je gezegd? Je hoeft je niet zorgen te maken over Royston. Ik zie je nu ook met wijn lopen, Royston. Dat moet kunnen. Met sporter. Zo? Heb zelf lang moeten wachten. Zelfs op mezelf. Yes, man.